Ja, ik geloof dat 90% van mijn omzet voortkomt uit advertenties die we gemaakt hebben met elkaar. Ja, mijn naam is Cynthia Sesing. Ik ben eigenaar van High Impact Coaching en ik help ondernemers en executives naast een topcarrière aan een veel betekenisvoller leven. Ik heb voor Noortje gekozen omdat zij echt een stratege is die goed is in video. En die combinatie vind ik vrij uniek in de markt. Natuurlijk kan je video overal vinden. Ja, dat wil niet zeggen dat je dan ook juist die delen in beeld brengt die belangrijk zijn voor de klant uiteindelijk, hè, voor de nieuw aan te brengen klant, belangrijk zijn om te zien. En daarin meedenken en continu de punten op de juiste plek zetten. Schuren, schaven totdat het goed is. Nou, dat vind je bij Noortje. Ja. Ik denk dat ik nu alles bij elkaar zo'n 2,5 jaar met Noortje samenwerk. Eigenlijk al vanaf het allereerste begin wilde ik ook al met video starten, omdat ik het verhaal van haar van dichtbij ook heb kunnen volgen. En absoluut de meerwaarde daarvan zag. Nou, en wat ik daarin in merk is dat, ja, ik geloof dat 90% van mijn omzet voortkomt uit advertenties die we gemaakt hebben met elkaar. Dat is natuurlijk het allereerste wat klanten van je zien. Hè? Een advertentie, gewoon op Facebook of Instagram bijvoorbeeld. En vervolgens bij mij dan binnenkomen omdat ze een videotraining aanvragen. Nou, dat is een langer moment waarin ze contact hebben met mij. Nou, en die combinatie is voor mij echt goud waard geweest. Ja. Die zijn gekwalificeerder. Ze zijn al voorgewarmd, hè, opgewarmd, omdat ze natuurlijk al iets van informatie kennen. Je kunt een wat meer boldere statement maken ook bij hen, want je hebt maar korte tijd. Zo'n advertentie het liefst ook onder een minuut, dus dat moet bam binnenkomen. Ja, en dat zorgt ervoor dat je dus ook meer van hetzelfde soort afgestemde mensen aantrekt. Want ik ben niet voor iedereen. Niemand is voor iedereen. En of het je dan aanspreekt of niet, nou, dat kan je natuurlijk dat kan je in een split second kun je dat al bereiken. En ik denk echt alleen maar met video. Ja. Het scheelt tijd. Ik hoef er niet meer over na te denken. Ik heb er nu eentje volgens mij al bijna 2 jaar live en dat loopt nog steeds door. Tussentijds zijn we aan het kijken geweest of we hem nog konden tweaken, of we er nog andere dingen naast konden zetten. Maar ik kom toch steeds weer uit op die eerste die we live gekregen hebben, die nog steeds heel goed rendeert. Zoals Noor ook weet, gaan we binnenkort ook weer nieuwe video's opnemen. Voor onder andere de promotie van mijn masterclass en ook voor strategiegesprekken. Dus dat is weer iets anders als dat we nu doen met de videotraining waarmee ik promotie maak. En ik ben ontzettend benieuwd om te zien wat dat inderdaad gaat doen. Dus we optimaliseren continu. Ja. Nou, het voordeel van adverteren met video is dat ik overdag gewoon lekker met mijn kinderen bezig kan zijn. 'S avonds de maaltijd voor thuis klaarmaak en de video doordraait. Dus ik hoef er niet over na te denken. Ik heb geen drukke strategie nodig waar ik zelf heel erg bij nodig ben. Mits je het goed inricht, hè, want de video's die moeten natuurlijk wel aan elkaar gekoppeld zijn en op een slimme manier ingericht. Daar kan Noor ook uitstekend bij helpen. En als dat eenmaal staat, ja, dan heb je er geen omkijken naar. De specialisten waar ik mee samenwerk, die zorgen ervoor dat ze bij de juiste doelgroepen komen. Dat materiaal maak ik samen met Noortje. En dan voor de rest komen ze uiteindelijk binnen in de vorm van aanvragen bij mij. En die kan ik dan persoonlijk opvolgen of besteed ik uit aan mensen die dat voor mij doen. Een verschil voor wat betreft de video inzet die Noor levert, is dat het over high-end marketing gaat. En ja, weet je, ik ben zelf ook een high-end coach. Dus de mensen die ik aantrek, dat zijn mensen die drukke banen hebben, die ontzettend veel verantwoordelijkheid dragen. Die hebben geen tijd om ellenlange online trainingen te kijken. Die willen in een split second kunnen beslissen. En op het moment dat het videomateriaal wat je maakt dan niet van de juiste kwaliteit is, ja, dan sla je de plank mis. Dus voor mij is het ook weer opnieuw vanaf dag 1 zo belangrijk geweest om dat een onderdeel te laten zijn van mijn strategie. Want ik wist ook al vanaf het begin dat ik op die manier de markt in wilde. En ik denk dat ik dat zonder de video's van Noor nooit zo snel voor elkaar had gekregen. Dat weet ik eigenlijk wel zeker. Ja, wanneer is het goede moment om met video te beginnen? Eigenlijk is het goede moment op het moment dat je aan marketing wil gaan doen. Het goede moment om met video te beginnen. Ja, en weet je, gaandeweg, zeker als je ondernemer bent, ben je iedere dag aan het schaven en aan het schuren en aan het kijken wat de optimale combinatie is. En die is nooit uitgekristalliseerd. Dus ook het stuk video, ja, of dat nou op dag 1 is of op dag 100, dan kan je er maar beter op dag 1 gelijk mee beginnen. Want ook dat videostuk ga je gaandeweg continu bijschaven. Ja, dus ik zou zeggen, liever gisteren dan vandaag of morgen.